zuur en muffig. Het is wel vervelend, hè, dat je dat nu zegt over iemand. Je gaat die straks ontmoeten. Nee, het ruikt prima. Lieke is open, avontuurlijk en nergens bang voor. Behalve voor de liefde. Naast de liefde hebben. Ja, echt? Ja. Daarom ga ik haar helpen om de liefde weer leuk te gaan vinden. Iets minder direct doen. Oh nee, ik ga niet aan al dat gezeik beginnen hoor. Ik zeg gewoon waar het op staat. Met verschillende experimenten en dates gaan we op onderzoek uit. Ik vind het wel oprecht gezellig. Ja. Het is wel echt leuk. Dit is Expeditie Liefde. Hey, tijger! Hi. Mooie broek. Ik vind het eigenlijk dat je leeuw bent. Glittert. Ja, prachtig. Hé, maar Liek, over de expeditie. Oh ja. Ja. Hoe vind je zelf dat het gaat? Prima. Prima? Ja. Ben je al een beetje minder bang voor de liefde? Ik denk wel dat ik er minder zwaar aan weeg. Oh, dus we zijn wel echt iets aan het doen nu op dit moment. Ja, dat denk ik wel. Nou, ik ben blij dat je het iets leuker vindt. Ik denk dat het na vandaag nog veel leuker voor je is. Oh, want ik heb wel echt wat voor je in petto. Oké. Ik heb crème de la crème wat mannen betreft. Mm-hmm. En zometeen dan mag je gaan ruiken, gaan voelen. En dan mag je op die manier jouw man voor vanavond je date gaan... Ik ga aan de man ruiken. Nou, aan een shirt, ja. Dus ik heb die even lekker aan het werk gezet. Oh nee. Ja, die zijn fanatiek aan het sporten. Wat als ik al iedereen vind stinken? Dan de minst erge? Ja. Wat raar dit. Nou, kom maar door dus, met die stinkshirts. Waar zijn ze? Oké, hoe gaat het hier? Ja, geweldig. Zie je me genieten? Ja, zeker. Ook al een beetje zweten. Ja, dat is alcohol van gisteren nog, denk ik. Ja, en je moet het zo zien, hè. Lieke die kiest iemand op geur. Ja, ja. Niet op hoofd. Nee. Nee, dus je maakt kans. Ja, ja. Ik maak kans weer eindelijk, ja. Lukt het al een beetje, het zweten? Niet echt. Ik ben net begonnen. Ja. En als je over 20 minuten terugkomt, dan ben ik aardig aan het zweten. Dan kan ik je ruiken. Ja, zeker. 100%. Nou, top. Succes nog even dan. Dankjewel. Zo, 50 kilootjes. Doe jij het eens dan? Ik ga nooit naar de sportschool. Ja, probeer het maar. Nooit. Iets meer zo. Kom. En laat me los. Ja? Oké. Zou het geen lekker houden? Ja, ik denk dat geef ik jou ook een goed gevoel. Eerste keer vandaag. Begin je ook al een beetje te zweten, want dat is wel belangrijk natuurlijk. Dat wel, ja. Ik krijg er wel een beetje warm van. Maar kan het door jou komen? Dat weet ik nog niet. Nou, we gaan door. Goed. Ik zelf heb niet zoveel met zwetende mannen. Maar de wetenschap wel. Tenminste, als het gaat om het vinden van de beste match. We zouden onbewust kunnen ruiken of iemand genetisch gezien bij ons past. Dus, mannen, doe je stinkende best. Nou mannen, genoeg gesport. Is er een beetje gezweet? Dan mogen die shirtjes mogen uit. Ja. Nou, als ze jou kiest. Top, dankjewel. Hier, vrouwen, hebben jullie ook wat om naar te kijken? Ik hou mijn shirt gewoon aan. Nou, kind kan de was doen. Ga je was doen? Nou, Liek, achter ons 5 mooie shirtjes. Ja. De bedoeling is dat jij gaat ruiken aan die shirts en dan aan de hand van de geur... en jij ruikt wie er dus niet bij jou past. Nou, ik vind het heel raar. Maar jij vindt je vriendin dus altijd lekker ruiken? Zeker. Ook als ze heeft gesport zonder deo. Ja. Dan denk je, kom hier. Heerlijk. Ja. Ja, ik heb het lekker dicht tegen de hand. Nou, begin maar bij 1. Oh, ik vind het heel goor. Het is niet hoe je ruikt. Oeh! Oh, bro! Nou! Blijf daar. Ik vind het niet zo lekker. Nee. Nee? Kijken of 2 dan een betere match is. Ook al zoveel deo. Ruik je geen zweet? Nee. Dan hebben ze niet genoeg hun best gedaan. Oh, ik vind het echt heel mogelijk. Nou, nummer 3. Ze hebben echt allemaal heel veel deo. Ja? Hoe moet ik dan kiezen? Oh, nee, geen deo. Oeh. En word je er warm van? Nee. Nee? Oh, dit vind ik echt heel smerig. Gadverdamme. Ik vind het toch een hele bijzondere manier, Bram. Ik heb er niet heel veel vertrouwen in. Nee, ja, to be het is honest. De wetenschap, Liek. Deze vind ik wel lekker. Die vind je lekker? Dit ruikt meer naar vagina. Gadverdamme. Dan ben ik wel benieuwd hoe jouw... Bram, ik weet het niet zo goed. Wie denk jij dat er bij me past? Ik zou dan voor degene gaan die naar vagina ruikt.
Maar je hoeft niet iemand te kiezen. Oh, niet? Nee, je moet iemand wegsturen. Oeh, maar dan die. Ja, oké, deze. Nummer 4 gaat naar huis, ja? Want nummer 4 ruikt naar... Zuur en muffig. Het is wel vervelend, hè, dat je dat nu zegt over iemand. Je gaat die straks ontmoeten. Nee, het ruikt prima. Maar niet mijn geur. Oké. Je voelt dat je er niet tot aangetrokken. Nee. Absoluut niet zelfs. Nou, duidelijk. Dan gaan we nummer 4 even erbij halen. Oké. Spannend. Okay. Het is helemaal ongemakkelijk dit. Ik durf ook niet te kijken. Hallo. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hoi. Hoi, Smart. Ik ben Lieke. Aangenaam. Hoe vond je zuur en muffig ruiken? Zuur en muffig. Ja, mag ik nu eens ruiken? Ja, ga je gang. Oh ja. Ja. Komt wel overeen. Ja. Ja. Nog steeds. Sorry. Zuur en muffig. Nog steeds zuur en muffig. Okay. Ja, sorry. Nee, maar thanks voor meedoen. Vind je jammer dat je bent weggestuurd? Ja, heel jammer. Ja. Ja? Ja, en dan vooral dat het ook nog zuur en muffig ruikt, dat betekent dat er nog wat verbeterd is. Ja, dat is lullig. Ja. Maar goed, helaas, geen etentje. En volgende keer even een deo'tje opdoen. Ja. Ja. Even wat meer rollen spuiten. Ik heb een prachtige bril. Zelf gemaakt. Die mag je even opdoen. Ja. Dan zie je als het goed is helemaal niks meer. En dan mag je zo meteen de handen gaan voelen van de mannen. Oh mijn god. En dan voel je die klik. Oh, wat raar. Je geeft een energie over aan elkaar. Oei, ik duik zo de liefdesboot in. Ja. Dit is dus een vorm van tantra. Dus als het goed is, zou jij moeten kunnen voelen welke man bij je past. Ja, hou maar op hoor. Doe eens oefenen. Handje. Nee, wacht, nu ga je zeker... Ik vertrouw jou helemaal niet. Oh, ik vind het heel onaangenaam. Ik mag je wel gewoon een hand geven. Maar ben jij dit dan? Ja, ik ben dit. Helemaal niet. Ik hoor het al. Ik doe niet meer mee. Nee. Ik geef je een hand. Ik vertrouw je gewoon niet. Zo vertrouw je me niet? Ja, hè. Pak mijn hand. Ja, maar je bent heel ver weg. Wat is dat? Ik wil niet meer. Geef me nou een hand. Je moet het straks 30 seconden doen, hè? Met onbekende mannen. Ja, maar ik vertrouw onbekende mannen meer dan dat ik jou vertrouw. Nou. Ja? Ja. Wat is het nou weer? Oké, nou, hier zijn de mannen. Oké. Nou jongens, ik vind het ook ongemakkelijk. En nu? Dan komt de eerste. Oké. Ik vind het zo raar. Oh, hallo. Oh, je hebt hele zachte handjes. Bram, ben jij dit? Nee. Oh, oké, hallo. Handjes zijn grote handen. Ja. Je weet wat ze zeggen over grote handen. Grote handen, grote handschoenen. Ja. Ja? Tijd is om. Dan, nieuwsgierig maken we niet meer, Bram. Hallo. Hi, ik ben Lieke. Lalala. Oh, dit zijn dan weer kleinere handen. Wat voel je nu? Nou, ik voel me heel ongemakkelijk, maar ik weet dat je dat niet bedoelt. Het zijn dus best wel spitse handen. Doet me denken aan een muizenneus. Nee, oh, voel ik? Oké, ja. Oké. Ja, dat was de tijd. Oh, wat is dit leuk eigenlijk. De tijd gaat er weer in. Wel ook heel ongemakkelijk. Hallo. Ik ben Lieke. En wat klein. Voel je? Kleine handjes? Ja, ik heb ook kleine handjes. Oh, dat is een match. Maar voel je ook de energie van de persoon? Ja. 100%. Ja? Komt door mijn spirituele paraplu, toch? Ja, precies. Ja. Wat voel je dan? Weet ik niet. Oh, voel je je op je gemak? Of, Bram, weet ik veel. Dit is gewoon een gekke situatie, maar ik vind het wel prima of zo. Ja. De laatste man alweer. Oeh, hallo. Hey. Oh. Je hebt behaarde handen volgens mij. Ja, grappig. Voel je nu ook energie? Ik voel dat die andere mensen ook gewoon ongemakkelijk zijn. Zo, ik ben echt... Oh, ik dacht dat ik anders stond. Joh, grappig. Moet ik nu een keuze gaan maken? Ja, okay. Wie stuur je weg? Ik ga toch degene met de spitse handen... Het was gewoon... En de energie die je erbij voelt... Ja, die was er niet echt gewoon. Oké, nou duidelijk. Dan ga ik nummertje 2 even halen. Hallo. Hi. Ik ben Lieke. Hoi, Milton. Hi. Milton. Wat een grappige naam. Ja, nee, ja, je handen hebben me niet verleid. Sorry. Nee, nou, kan gebeuren. Ja. Misschien later nog ooit een keertje. Ja, hoe nou? Kijk, je geeft ook nog niet op, heb ik het idee. Hè? Je ligt er nu uit. Ik ben niet zo'n opgever. Nee, precies. Dus, nee, je mag wel naar huis. Ja, nou. Wel leuk je te ontmoeten. Ja, hetzelfde. Nou, Liek. Ja. Voor je ervan? Daar gaat Milton. Maar prima, op naar het volgende, toch? De volgende opdracht. Oh, ja, tuurlijk. Je mag ze gaan voelen. Ja. En dan niet meteen, hè? Maar gewoon even rustig aan het lijf. Nou, wat gekker.
Ik heb achter je drie mannen staan. Ja. Ik begeleid je eventjes naar de eerste. Oké. En dan mag je gaan voelen. Oké. Ja, groot, breed. Mag ik alles voelen? Ja, als in ook hoofd? Ja, ook hoofd, maar niet alles. En niet compleet wat je... Prima. Prima. Ja. Cijfer? Een 8. Een 8. Nou, de volgende. Oh ja. Oh, je bent zacht of zo. Ook allemaal zo jullie sporten, denk ik. Oeh, krulletjes. Oei. Nou, vertel maar. Aardig. Je vindt hem aardig. Nou. Oh, hè? Wat grappig. Ook zo gespierd. Jezus, jongens. Wat vind je ervan? Nou, ik denk dan altijd, oh, dan zit je dus ook 5 dagen per week in de sportschool. En dat vind ik dan weer dat ik denk, ja... Ja, je hebt liever dat ze biertje. Gewoon 5 dagen in de week op de bank zitten bier te zuipen. Ja. Ja, precies. Nu mag je degene gaan uitkiezen waarmee je nu meteen op date gaat. Moet er trommelgroffel? Oké, dan kies ik denk ik toch 1. Ja? Ja. Nou, doe je bril maar af. Hi. Hallo. Hi, Melvin. Hi, ik ben Lieke. Jongens, wat leuk. Ja. Eerst eventjes, wat vind je van degene die je hebt laten gaan? Ja, ook hartstikke leuk. Maar wij gaan op date. Ja, leuk man. Yay. Gezellig. Goor. Heel goor. Er waren een aantal shirtjes die gewoon echt heel erg stonken. Toch ben je dan ergens wel bang dat je net de leukste wegstuurt. Ik denk dat ik vandaag wel het meest zin heb in de date dan van alle andere keren. Ik weet nu van, oké, als je op date gaat, wil niet meteen zeggen dat je gaat trouwen met elkaar. Het is gewoon iemand leren kennen en een leuke avond hebben samen. Dus ik heb er eigenlijk best wel zin in. Ik denk wel dat het gezellig wordt. Nadat Lieke heeft gekozen met haar neus en haar handen, heb ik ook nog iets speciaals voor haar petto. Namelijk een diner, en niet zomaar een diner, nee, iets wat lustopwekkend is. Zoals bijvoorbeeld een champagne. Dat zou er volgens Wikipedia voor moeten zorgen dat je net iets meer zin hebt in... Vul die zelf maar in. Hallo. Dag, dames en heren. Yes. Het is een lekkere champagne en dat zou lustopwekkend moeten zijn. Nou. Oh. Dus mochten jullie nog geen spanning voelen, dan Alright. komt dat wellicht hierna. Ja, ja, je knalt hem niet tegen mij aan. Oeh, oh. Jeetje. Ik zou zeggen, geniet van de champagne en hou het ook een beetje spannend. Hè? De vorige keer zit je een beetje als een zoutzak bij. Ja. Nu heb je voor het eerst een outfitje aan waarvan je denkt van, oh, hey, wel een meisje. Wat erg. Nou, ja. Laat het ook even zien in de rest van de date. Oh, wel een meisje. Cheers in eerst. Oh ja, cheers. Ik kan weer meekijken en meeluisteren. Wat heb je gestudeerd dan? Acteeropleiding. Wat tof man, ik heb ook op toneel gezeten vroeger. Echt? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Maar gewoon de kindertoneel of echt... Ja, kindertoneel, echt een musical. Ja, het valt me wel op dat Lieke er veel rustiger bij zit. Echt Alice in Wonderland en Into the Woods, ja, dat soort dingetjes. Oh, wat grappig. Ik heb ook als kind op toneel gezeten, maar dat was gewoon echt geen succes. Want ik heb ADD, dus ik kon die tekst gewoon niet onthouden. Echt? Heel erg, ja. Ik heb hier een prachtige schaal met oesters en in oesters zit heel veel zink. En zink zorgt ervoor dat je testosteron aanmaakt. Met andere woorden, je wordt geil van oesters. Het gaat hier wel over koetjes en kalfjes, hè? En daarvoor heb ik deze oesters. Alright. Om eventjes de spanning erin te krijgen. Dus mooi. Mochten jullie ineens spontaan zin hebben om te tongen, doe dat gewoon. Nou, cheers. Oh, lekker dit. I love it. Ik hou er ook van, man. Cheers. Ja, lust jij dit wel inderdaad? Ja, tuurlijk. Oh. Mm. Ja, tuurlijk. Ik vind het zo lekker. Ski jij? Ik snowboard. Ik heb, oh, echt? Oh, je bent zo iemand die de piste verneukt. Dus ik spreek redelijk Duits, dus ik loop naar beneden. Ik zeg, maar ik weet niet veel. Ik denk, EHBO is gewoon universeel. Ik zeg, EHBO, heel veel. Maar dat is gewoon eerste hulp bij ongeluk. Dus niemand verstond er geen reet van. Dus toen belden ze de ambulance. Toen ben ik naar Brilon gebracht in de ambulance. Maar ik heb ook hartritmestoornis. Wat vet. Oh nee, dat is ja, niet heel vet. Vet. Nee, ik bedoel meer van in de ambulance lijkt me best wel cool. Ja. Een keer. Ja, echt heel cool als je maar het dood gaat. Nee, dat is niet zo heel leuk. Nee, maar ik zou wat je bedoelt. Ik heb hier een prachtig dessert van chocola. En chocola maakt dopamine vrij. Nou, dopamine dat wordt ook aangemaakt op het moment dat je klaarkomt. Dus het geeft eenzelfde soort gevoel. Toetje! Dame en heer. Wauw, wat kies je? Kijk,
het u eens. Wat vet! Wow, wat goed, hé. Ik heb hier deze gaat helemaal chocolade dus smelten, hè? Een lepeltje. Ik kan niet zo goed koken. Nee? Nee, het fikt altijd aan en ik snap nooit hoe het je komt. Maakt de tenis wel voor je kamer, je kan niet koken. Nee, ja, goed verkoken. Je kan jezelf wel goed verkopen. Ja, wel. Dat is een goede samenvatting van wie Lieke is, inderdaad. Maar vroeger was het erger. Als in, vroeger kon ik niet eens een gesprek voeren, dus ik ben erop vooruit gegaan. Okay, een macaron? Huh? Een macaron? Ga ik dit nu voor jou... Zo. Romantisch. Fucking lekker, hè? Ja. Hoeveel bedpartners heb je? Ik. Ja. Ik denk dat jij echt 200 minimaal. Ah, flikker op. Hoezo, ja, denk je denk dat? Echt. Hoezo denk je dat? Omdat jij feesten organiseert en alleen Jezus maar... Jezus Maar dat is oké, okay, hè? Hoezo is het oké? Okay? Nou ja, omdat... Vind je dat interessanter dan? Nee, helemaal niet, maar het is... Oh, helemaal niet zelfs. Beter dat iemand gewoon geëxperimenteerd heeft en dat hij niet meer die behoefte heeft tijdens jou, dan dat hij eigenlijk zich altijd heeft ingehouden maar... en tijdens jou denkt, oh, ik wil eigenlijk nog ontdekken. Ja. Nou, dat vind ik nou ook. Ik denk, doe zoveel je kan als je single bent, toch? Ik denk 50. Oh, dat valt hartstikke mee. Je liegt ook. Ik zie het aan je kopje wel. Je liegt. Nou ja, ik heb wel goed geëxperimenteerd. Nou, dat is toch top. Melvin, ik vond het echt fucking gezellig met je. Oprecht. Ik vond het ook heel gezellig. Ja, ik denk dat we best wel veel... levelen. Ja, maar dat je elkaar wel gewoon snapt. Ik vond het oprecht gezellig. Ja, eensgelijks. En leuk om iemand te ontmoeten die hetzelfde denkt over bepaalde dingen. Ik vond het superleuk en ik wil echt zeggen dat je echt een mooi mens bent. Oh. Vind, ja, dat meen ik. Je bent echt een lieverd, ja. Oh. Ja, dat meen ik. Nou, dat vind ik echt heel lief. Dus ik hoop echt dat we misschien wel een keertje op date kunnen gaan. Nog een keer. Ja, waarom niet? Numero 2, yes. Ja, wie weet. Ongemakkelijk. Ik wil in ieder geval bedanken voor vanavond. Wie weet? Ja, wie weet. Ja, weet ik veel. Moet ik daar nu een antwoord op geven? Ja, leuk. Oh, ja, leuk. Oh, nee, leuk. Cheers to that. Ja. Gaan we doen. Cheers. Komt helemaal goed. Hoe vond je zelf dat het ging? Nou, dat ging oprecht goed, toch? Het ging veel beter. Ja, hè? Ik was wel geïnteresseerd. Ja. Ik zat naar voren, want wat zei jij de vorige keer? Heel goed, Liek. Ja. Ja, het was echt leuk om te zien. Echt? Ja, zeker. Vooral het einde heb ik me erg om vermaakt. Wat dan? Nou, toen werd het wel ineens even ongemakkelijk. Wat dan? Nou, ik vraag op een tweede date, Liek. En jij zegt, wie weet. Ja. En die jongen denkt, wat moet ik nu doen? Er staan allemaal camera's, ik word er soort van afgewezen, denk ik. Oh ja, maar dat is, ja, I don't know. Maar ik vond het ook oprecht gezellig. Ik vond het een hartstikke leuke jongen. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Met andere woorden, voel jij je meer aangetrokken tot hem na het eten? Ja of nee? Nee, ik vond het wel heel lekker, maar dat heeft denk ik geen invloed gehad op hoe ik me over hem voel. Nee? Nee. En hoe voel je je over hem? Prima. Prima. Ja. Nou, dat is een prima einde van de video. Dat is een prima einde van de video. Zullen wij nog lekker zo'n glaasje doen? Laten we dat even doen. Leuk. Ja, oh, dat gaan we ergens anders doen. Ja. Oh ja, ik moet ook heel nodig plassen. Nou, ga dat eerst even doen. Nou, ik kreeg voor het eerst van Bram een positieve reactie. Dus dat is wel fijn. Ik ben denk ik een iets minder grote loser in het daten dan ik was aan het begin van dit experiment. Ik zou toch nog wel willen onderzoeken hoe ik mezelf niet verlies in... de liefde voor een ander. Hoe moet je liefde voelen? Goed.